Ja, Jeroen, eerste wedstrijd vandaag. Union Rotterdam, nummer 1 tegen nummer 2. Jullie winnen 8-1. Dat zegt wel wat, denk ik, of niet? Weet ik niet. Wij speelden gewoon best wel lekker. En 1 tegen 2, ja, er zijn pas 2 wedstrijden geweest. Dus het is een beetje moeilijk om te zien of dat echt 1 en 2 zijn. Maar feit was wel dat zij 6 punten hadden. Dus wel lekker. Wat is jullie doelstelling nu voor de zaal dit seizoen? Wij willen natuurlijk na een aantal jaren finale gespeeld te hebben. Nu wel een keer echt een rol van betekenis spelen in de halve finales of play-offs en ook de finales. En we verder niet omheen draaien. Wij willen natuurlijk gewoon graag kampioen worden. We pakken het serieus aan en we zijn gemotiveerd. Dus we willen graag kampioen worden. Dat is een beetje het doel. Voor jou een tijdje geleden in de zaal? Ja, ik heb een aantal jaar niet in de zaal kunnen spelen. De laatste keer dat ik wel nog speelde was denk ik rond 2010 of zo. Toen speelden we ook echt de Europa Cup en toen werden we ook kampioen. Dus ik vind het heel leuk en het is ook gewoon, het is ook gewoon Rotterdam. Dus, en dat is mijn club en als ik beschikbaar ben dan geef ik daar alles voor. Ja, en het gaat goed hè, volgens mij. Want je had vorige week 6 gescoord, volgens mij afgelopen wedstrijd weer 2 of 3. Goed, in de zaal kan het natuurlijk hard gaan. Ik ben nou eenmaal iemand die voorin staat. Dus, het gaat lekker. Maak veel doelpunten, maar uiteindelijk kan wel iets beter spelen. Dus dat vind ik iets belangrijker. Ja. En ik zag jouw broertje. Hoek je het ook mee, hè? Ja, ik vind het heel leuk. Het is mijn grote broer. En natuurlijk heel lang met hem gespeeld op het veld en ook in de zaal. Nu een aantal jaren niet en hij vindt het zaalspelletje leuk en hij weet er heel veel vanaf. Nederlands zaal gespeeld, heel vaak, heel veel jaren. En hij heeft aangeboden om als soort playercoach mee te doen. Speelt alleen als het echt moet. En is daarin gewoon, ik vind het heel leuk, want ik rijd met hem hier naartoe vanuit Rotterdam. En ben gewoon met mijn broer op stap. Het is leuk. Leuk om in de zaal weer te spelen. Natuurlijk de reden waarom je nu in de zaal kan spelen is misschien iets minder. Een tijdje geleden gehoord dat je niet bent geselecteerd voor Oranje. Oranje is inmiddels op trainingsstage. Hoe is jouw gevoel nu daarbij? Ik had me natuurlijk ook ingeschreven voor India. Dus het had ook kunnen zijn dat ik in India had gezeten. En ben net papa geworden. Dus in dat opzicht zou ik sowieso al niet naar Zuid-Afrika gaan. Dus ik had dat Zuid-Afrika al een beetje uit mijn hoofd gezet. Maar het is zoals het is. En ik denk dat dit goed is om fit te zijn straks bij de start van de tweede helft van de competitie. Waarin ik heel gemotiveerd ben om eigenlijk hetzelfde neer te zetten als wat ik de eerste helft van de competitie heb gedaan. En dan proberen met Rotterdam zo goed mogelijk te presteren. En zelf als aanvaller goed te blijven spelen, goals te maken, assists te geven. En ik ben eigenlijk gewoon keihard aan het trainen om straks 26 februari fit te zijn. Ja, precies. En dan mogelijk ooit een terugkeer bij Oranje? Er is wat mij betreft niet zoveel veranderd. Ik ben nog steeds beschikbaar en ik zal altijd mijn stinkende best doen om in ieder geval in beeld te zijn en te laten zien dat ik daar thuis hoor. Mooi. Even nog dat andere nieuwtje. Je zei het net al inderdaad. Vader geworden. Gefeliciteerd. Gaat alles goed? Ja, gaat helemaal goed. Het is, iedereen die kinderen heeft, die zal het beamen. Het is een bijzonder iets. En uiteindelijk toch wel een beetje de essentie van het leven. Is toch wel familie. En ik heb nu gewoon een gezin. Dus daar ben ik heel trots op.